In deze video gaan we voor het laatst kijken naar het overheidsbeleid in de Verenigde Staten. Het is een hele korte periode waarin we de presidentschappen van Kennedy en Johnson behandelen. En hoewel 1965 officieel het eindjaar is van ons eindexamenonderwerp, lopen sommige zaken toch nog wel iets langer door. De grote vraag in deze video is of de grote welvaartsstijging die we in de vorige video zagen doorgezet kan worden. Want gedurende de jaren 50 en ook in de jaren 60 groeiden de Verenigde Staten uit tot een welvarende consumptiemaatschappij zonder klassentegenstellingen. Een ideale samenleving dus, zou je zeggen. Nou, dat is ook niet helemaal waar, want er waren nog wel degelijk groepen ook die het slecht hadden, zoals bijvoorbeeld de zwarten in die verpauperde binnensteden, die ghetto's. Alleenstaande moeders hadden het bijvoorbeeld slecht, maar over het algemeen ging het goed met de welvaart in Amerika. Toch kwam er kritiek op deze samenleving. En wel van de econoom John Kenneth Galbraith. Galbraith schreef het boek dat je hier ziet en ik zal even zijn belangrijkste punten samenvatten. Ten eerste had Galbraith kritiek op de consumptiemaatschappij, want hij zag er ook de nadelen van. Volgens hem hadden de Amerikanen het op zich heel erg goed, waren ze rijk in de private sector, zoals hij dat noemde. Veel Amerikanen konden heel veel geld besteden aan luxe goederen zoals we die daar zien staan. Maar juist doordat veel Amerikanen zo bezig waren met die consumptie, hadden ze geen oog voor de problemen die er waren in de publieke sector, bij de overheid. Die besteedde veel te weinig geld aan sociale voorzieningen. Dat werd eigenlijk verwaarloosd, vond Galbraith. Dat moest volgens hem dus echt anders. Daarnaast vond hij sowieso dat de overheid ernstig tekortschoot op een aantal gebieden, zoals het onderwijs, de gezondheidszorg en het openbaar vervoer. Daar moest vanuit de federale overheid echt meer aandacht en vooral meer geld naartoe gaan. Ook dit vond Galbraith dus niet goed. En vooral dat eerste, dat onderwijs, ja, dat was heel erg belangrijk in zijn ogen. Dat vormde een sleutelrol. Verbetering van het onderwijs zou leiden tot verbetering op tal van andere gebieden. En in de Verenigde Staten was het onderwijs in handen van talrijke overheden en particuliere instanties die er het over het algemeen te weinig geld voor over hadden en het overzicht over het geheel misten. Volgens Galbraith moest het onderwijs daarom centraal door de federale overheid worden georganiseerd. Het moest dus helemaal uit de private sector worden gehaald en weer terug in de publieke sector noemen, zoals hij dat zei. Het onderwijs kan alleen verbeterd worden als één overheid zich daarmee bezighoudt en dan moet natuurlijk de federale overheid zijn. Daar ging hij zich sterk van maken. Maar goed, zoiets kost natuurlijk allemaal geld. En daarom zei Galbraith ook dat de belastingen omhoog moesten. Dat vond hij een goede zaak. Galbraith's ideeën vonden veel navolging. De democratische presidentskandidaat John F. Kennedy, die was heel erg geïnspireerd door de ideeën van Galbraith en al tijdens zijn campagne kwam hij met het plan van een nieuw frontier. De Amerikanen moesten een nieuwe horizon krijgen, anders tegen zichzelf en tegen hun land gaan aankijken. Het land moest weer in beweging worden gebracht. Nou, Kennedy wordt gekozen tot president, in 1961 wordt hij beëdigd en dan kan hij zijn plannen ten uitvoer gaan brengen. Waar komt die nieuw frontier van Kennedy dan op neer? Nou, de VS moeten dus opnieuw in beweging worden gebracht, dat zei ik al. Hoe doe je dat? Hij stelde een aantal ideaalbeelden voor. Ten eerste noemde Kennedy bijvoorbeeld dat voor het einde van de jaren 60 de Amerikanen een mens op de maan zouden moeten zetten. Nou, uiteindelijk zou dat ook lukken. Daarnaast wilde hij ook de jeugd in beweging brengen en hij steunde de oprichting van de zogenaamde Peace Corps. Jonge vrijwilligers die in delen van de wereld waar het niet zo goed ging met de bevolking vrijwilligerswerk gingen doen. En daarnaast vond Kennedy ook dat de armoede en de werkloosheid in de Verenigde Staten zelf bestreden moest worden. Want ook al was de samenleving welvarend, er was nog steeds sprake van deze problemen. Dat kon altijd beter. Nou, dat klinkt allemaal heel mooi, dat klinkt hartstikke idealistisch, maar ja, Kennedy had wel een probleem. Zijn nieuw frontier slaagt niet helemaal. Hoe komt dat? Vooral op dat laatste punt, de bestrijding van de armoede en de werkloosheid, krijgt hij weinig voor elkaar. Hoe kan dat? Nee, dat heeft te maken met het congres. Dat is hem weer vijandig gezind. In die zin dat de meerderheid van het congres uit republikeinen bestaat in zijn tijd en Kennedy zelf een democrat is. En daarnaast wordt Kennedy in 1963 in Dallas vermoord. En hij kan zijn plannen dus ook niet meer ten uitvoer brengen. Al tijdens de vlucht terug als het lichaam van Kennedy terug naar Washington wordt gevlogen, wordt zijn vicepresident Lyndon B. Johnson beëdigd tot de nieuwe president. En Johnson gaat verder waar Kennedy gebleven is. Johnson verklaart een war on poverty, een oorlog tegen de armoede. Hij krijgt het voor elkaar dat een groot gedeelte van die plannen van Kennedy van de nieuw frontier nu wel worden aangenomen. Dat heeft er voor een deel mee te maken met het feit dat die moord op Kennedy voor een hele grote schok zorgde en mensen durfden eigenlijk ook even niet tegen de plannen van die vermoorde president in te gaan. Maar goed, het is een goede start dus voor Johnson. Hij gaat ook nog een stap verder, want hij komt met een plan, de Great Society, de geweldige maatschappij. En die Great Society, die moet de Fair Deal voltooien en zelfs nog verder uitbreiden.
Johnson staat dus echt in die traditie van democratische presidenten die proberen om door middel van overheidsingrijpen de Amerikaanse samenleving te verbeteren. En hij kan het nu voor elkaar krijgen, want de meerderheid van het congres is in zijn tijd weer democratisch. Dat betekent dat hij wetten er makkelijker doorheen kan krijgen. Nou, wat wil hij dan bereiken? Hij wil de gezondheidszorg uitbreiden, wilde Kennedy ook al. En dat wilden democratische presidenten voor hen sowieso ook al. Daarnaast moeten er voor de armen voedselbonnen verstrekt gaan worden. Het onderwijs, wat Galbraith ook al zei, ja, dat moet echt federale steun gaan krijgen. Er moet veel geld naartoe gaan. En hij komt bijvoorbeeld in 1966 met de Model Cities Act. Waarin hij verklaart dat de ergste ghetto's in de Verenigde Staten aangepakt moeten worden. De leefomstandigheden daar moeten verbeterd worden. Een jaar eerder is hij al met de Voting Rights Act gekomen. Waarin het stemrecht voor de zwarte eigenlijk uitgebreid wordt. Daar zullen we in een latere video nog op terug gaan komen als we weer gaan kijken naar die burgerrechten. En Johnson was eigenlijk ook de eerste president die naar het milieu ging kijken. Hij voerde een aantal milieuwetten door. Nou ja, Johnson die bereikt dus hartstikke veel en die zet hartstikke veel op. Veel Amerikanen staan er ook achter, anderen weer niet. Maar ja, zijn Great Society heeft één Achilleshiel, het is hartstikke duur. En in eerste instantie kan die Great Society ook betaald worden door twee zaken. De belastinginkomsten gaan omhoog, ook omdat mensen meer gaan verdienen. En dat heeft dus te maken met de sterke economische groei. Zolang dit gebeurt kan Johnson zijn Great Society plannen voortzetten. Maar ja, dit is niet het enige wat Johnson mee te maken heeft. Want de Verenigde Staten raken ook steeds meer betrokken bij de Vietnamoorlog. En vanaf 1967 gaat die oorlog te veel geld kosten. Johnson moet steeds meer soldaten gaan sturen en hij moet gaan kiezen. Ga ik voor mijn Great Society of ga ik voor die oorlog in Vietnam? Hij kan zijn geld maar één keer uitgeven. En dan dwingt het congres hem om te bezuinigen op zijn hervormingsprogramma, die Great Society. En hij moet zijn geld uit gaan geven aan die Vietnamoorlog. Johnson hoopt dat die oorlog zo snel mogelijk voorbij zal zijn, zodat hij alsnog met die Great Society aan de slag kan. Maar helaas voor Johnson komt hij daar niet meer aan toe. Die Vietnamoorlog zal nog heel lang door blijven lopen en bovendien krijgt hij met allerlei andere protesten in de samenleving te maken. We zitten in die roerige jaren 60 van de 20ste eeuw, waarin er een hele nieuwe generatie jongeren opkomt die zich gaat laten horen, waarin er allerlei andere problemen spelen. En Johnson heeft daar dus mee te maken. Zo wordt de armoede in de zwarte ghetto's maar niet opgelost en dat leidt in de jaren 60 tot hevige rellen in verschillende van die ghetto's. Daarnaast zien we de hippiecultuur opkomen. Dat zijn die jongeren die zich echt af gaan zetten tegen die consumptiemaatschappij. Zij staan een andere manier van leven voor. En zij protesteren dus tegen de heersende waarden en normen. Iets waar ook veel tegen geprotesteerd wordt door verschillende jongerenorganisaties is het feit dat ze het gevoel hebben dat ze onvoldoende inspraak in het bestuur hebben. Of dat nou is op landelijk niveau of bij het bestuur van een universiteit, dat maakt niet uit. De jongeren willen dat hun stem gehoord wordt en ze willen echt inspraak hebben. En een ander punt waar heel veel jongeren kritiek op hebben, dat is die Vietnamoorlog. Dat wordt een beetje het symbool voor die jongeren van alles wat er mis is met de politiek van de Verenigde Staten en met de samenleving in het algemeen. Zij vragen zich af wat de Amerikaanse soldaten er eigenlijk aan doen zijn. In hun ogen is die oorlog helemaal verkeerd. Maar goed, het zijn niet alleen de zwarten en het zijn niet alleen de jongeren die in beweging komen in de jaren 60. Steeds meer mensen gaan zich ook afvragen of de overheid niet te ver is doorgeslagen. Of die plannen als zo'n New Deal, zo'n Fair Deal en zo'n Great Society, of die niet voor te veel bemoeienis van de overheid zorgen. Die regulerende overheid, die overheid die alles wil regelen, ja dat kan niet, vinden veel Amerikanen. Dat moet worden teruggedraaid. Te beginnen met die Great Society plannen van Johnson.